Dit vind ik zo lekker gewoon. Het is hier echt fucking leuk nog. We hebben lekker witte garnituurs. Ja. En de dag is voorbij gevlogen. Nee, ik vlog toch niet voor aan een huis? Ik moet zelf ook een foto maken. Ik weet wel wat stoort hoor. Stoor blij. Ik ben echt in een... Ik loop hier en er ligt hier gewoon een fucking muis dood. Dit jongens is dus de realiteit. Hoe voor mij dat ik weer deze pond ook mis. Dat... Ik ben echt de grootste mogel ever. Ja, we willen met Casey zelf. Echt zin in. Ja. Nou, dit is toch perfect licht. Goedemorgen. Ik heb alleen maar paniekaanvallen gehad. Ja, ik heb gewoon even een kut situatie op het moment. Gerookte ribijssalade. Echt top. Hey joh! Hey joh! Beach, het is veel leuker. Normaal dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En het is vandaag natuurlijk maandag, want ja, dat is de eerste dag van week. Volg me nog niet op Instagram, volg me. Voor de glazen was weer eens hier awkward. Vol de vlog en opeens zit de glazen was hier achter mij. Volg me dan niet op Instagram. Dit is Sarah Verwoerd. Abonneer, like, subscribe. En you know. Ik heb nu online les. Tot 12 uur. En dan na 12 uur ga ik lekker varen. Want het is fucking mooi weer. Eindelijk weer. Ik word gewoon depressief van het slechte weer. Ik denk dat ik echt weer fucking depressief word van de winter. Ik heb natuurlijk een koffie. En eigenlijk was de les fysiek. Maar ja, ik ga natuurlijk hier naar varen. Dus dan wil ik... je kon hem ook online volgen. Dus dan ga ik liever online. Maar hij doet het niet. De online les is voorbij. Het sloeg echt helemaal nergens op. Echt, what the fuck? Maar ik ga dus nog spullen pakken. En dan ja, even vandoor. Zit er elke keer niet scherp uit voor mijn gevoel. Ik heb trouwens wel mijn lenzen, maar die ga ik even uitdoen, want dat vind ik heel kut met varen en zwemmen en zo. Jezus, ik zie er niet uit. Ik ben bij mijn zus. Hallo. Ik ga lekker hier eten, want mijn ouders waren niet thuis. Die zeiden ja, zelf eten. En toen was ik hier, kon ik even mijn bril ophalen. Die is wel zo, ja, eet je toch lekker weer mee. Ga lekker aardappeltjes eten. Lekker kipburgertje. Lekker bloemkooltje. Lekker kaashuisje. Huppatee. Wat een avond, maar. Nou, dit vind ik zo lekker gewoon. Heerlijk. Echt top. Ik kom buiten. Ik dacht, ik doe het trui aan. Ik kom buiten. Fucking heet. Ja. Ik heb gewoon de hele dag in mijn bikini in liggen bakken. Nou, ik heb het zo leuk gehad, maar het water is wel even te koud om in te zwemmen. Ja. Nee. Dus ik ben niet het water in geweest, maar... Ik bak gewoon drie dingen. En dan bak ik het en de vader er zelf nog. Oh ja, top. Ik zit in de auto. Is je maar niet. En ik ben met Asne. Ik ben met Amé en Lisa. En we zijn onderweg naar Noordwijk. Zo donker. Het slaat echt nergens op dit. Ga even zwemmen. We gaan even zwemmen. Maar het was super mooi weer vandaag. Dus we dachten even lekker naar het strand. Maar het is ondertussen alweer 9:30. Het slaat echt nergens op dit. Maar nou ja, even gezellig. Weet je, theetje, koffietje. Prima. Nou, we zitten bij Beach Noordwijk. En het is hier echt fucking leuk nog. Woe! Party hardy. Van DJ Boos Hero. Super gezellig. Nou, we hebben nou geen mayo. We hebben lekker witte garnituurtje. Ja. Matig. Matig. Goedemorgen. Ik zie er niet helemaal uit. Ik heb ook echt maar wat aangetrokken. Ik was vanochtend een meeting om 9:30. Toen ik wakker gebeld. Dus toen moest ik meteen naar school, 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 school. Ik heb net weekvlog geëdit. Dus ik ben nog niet helemaal aan het vloggen gekomen. Het is al 1 uur. Ik ga zo even douchen en zo me klaarmaken. Maar ik heb eerst wat eten. Ik heb lekker broodje. Het zijn eigenlijk mini broodjes. En oh, ik heb de koelkast van open laten staan. Daar heb ik lekker filet op. Heerlijk. Dus dat ga ik even opeten. En ik denk dat ik dat buiten ga doen. Want het is echt
bizar mooi weer. Oeh, wat lekker dit. Ik ga lekker buiten zitten, want... Oh, het is echt warm. Oh my god, dit is gewoon hittegolf. Ik zat buiten. Echt heel erg mooi weer. Ik ga dit even lekker opeten hier hoor. Het is echt super warm. Oh my god. Mijn camera die is zo heet. Ik heb hem de hele dag vol in de zon laten liggen. Ik weet echt niet of dit slecht is. Ik denk het wel. Heel erg. Oh mijn god, hij is echt heel heet. Maar ik kon het onderdouchen. Het is 4:30. Oh nee, ik ben echt bang dat hij nu kapot is of zo. Ik moet even mijn haar kammen en ik moet nu naar werk. Ik ben alweer veel te laat. En het is echt fucking mooi weer. Maar ik heb gewoon nog geen één zonnestraal gewoon kunnen genieten. Want ik ben alleen maar bezig geweest met de vlog, met mails, met school. En de dag is voorbij gevlogen en ik begon om 9:30, maar het is zo snel gegaan. En ik krijg voor mijn gevoel gewoon niks af. Ik weet echt niet hoe ik dit ga doen. Oh my god. Ik weet echt even niet hoe ik het allemaal ga doen. Ik word zo druk. Ik word gek. De dagen duren gewoon te kort. Ik vlog ook weer gewoon bijna niet. Omdat ik veel te druk ben. Oké, nu is het klaar met het gezeik. Ik ga nu gewoon naar werk. En komt goed. 8:30 en het is gewoon al donker. Ik vind dit echt niet leuk. Maar ik ben in ieder geval klaar met werk. Ik heb mega veel honger, want ik heb vandaag alleen die broodjes op. En hier werk een stukje taart. En het is echt niet scherp voor mijn gevoel. Maar mijn moeder heeft lekker nachos gemaakt. Dus ik ga dat lekker thuis eten. Ik zie er echt absoluut niet uit. Ik heb heerlijk gegeten. Lekker nachos op. Ik had ondertussen Friends gekeken. En ik heb nu hier mijn bak met make-up. En aangezien mijn hele kamer makeover heeft gehad en helemaal er goed uitziet, ga ik al mijn make-up even uitsorteren en schoonmaken. Want het is echt een tyfus, sorry. En ja, daar ben ik denk ik wel de hele avond mee zoet. De morgen! Het is vandaag woensdag. Ik ben vandaag lekker de hele dag vrij. Alleen moet ik vanavond werken, maar ik heb geen online school. Dus dat is... top. Ik heb echt vanochtend een superleuk telefoontje gehad. Over een nieuw projectje voor hier in de buurt. Dus ja, daar krijgen jullie sowieso nog meer over te horen. Maar dat is allemaal nog helemaal nog in fase. Maar ik heb er wel echt heel veel zin in. En ik vind het echt superleuk. Ik heb trouwens een superleuke jurkje aan van bij Jules Fashion. En ik heb een koffietje. En ik ben wat mails aan het beantwoorden. En ik moet een foto maken voor samenwerking nog en video, vlog, editen en online zetten, want vanmiddag online. En heel misschien als ik tijd over heb, een video filmen. En morgen is heel leuk, ga ik een mukbang opnemen met Isa van het YouTube kanaal Isa Luna, heet zij. En we hebben vaak wel eens afgesproken, superleuke meid, heel veel contact mee. Dus dat ga ik morgen doen. En mijn moeder is foto aanmaken van mij, want ja, dit is echt geen goede plek. Kijken. Ja, dus die lamp, dat stoort gewoon heel erg. Die hele camera valt weg. Het is gewoon geen goede plek, echt niet. Doe maar buiten. Nou, en in mijn doe maar buiten. Slaapkamer. Die slaapkamer is mooi rustig nu. Hij mag ook daar, maar ik weet niet of je dat ziet. Ja, maar dan valt die camera in weg. En stel je doet, ja, we doen wel mijn kamer. Maar er is buiten te veel zon. Ah. Voor aan het huis kan het wel. Daar is nee, ik vlog toch niet voor aan een huis? Je hebt allemaal licht. Schone zaken. Ja. Mijn moeder die weet het allemaal wel. Ja, want ik doe zelf ook foto's maken. Ik weet wel wat stoort hoor. Ik sta zo. Nou, en ja. Mijn moeder is een foto van mij aan het maken. Dus ik moet doen alsof ik aan het praten ben. Want ja, dat heb ik nodig voor een interview. Draai eens, want ik denk dat je de camera, je doet nu namelijk je arm voor je gezicht en het moet dit worden. Dus je moet draaien, naar de deur toe praten. Huh? Zo. Ja, nee, maar dit is op de lelijke kant. Dan doe ik het zo. Lelijke kant? Je hebt toch een mooie aan de lelijke kant? Kijk eens. Eentje dichterbij misschien. Ik vind hem nu weer niet licht genoeg. Nee. En je slaapkamer kunnen we ook nog even proberen. Veel dichterbij. Je moet niet heel die benen, nee, die slippers nee zien. Nee.
Dat denk ik ook. Maar dan zie ik je camera weer niet. Nou iets of moeten we iets anders doen? En als jij... Nee, vloggen doe je natuurlijk niet zittend achter je bureau, toch? Jawel. Kan ook nog. Hou me wat ik zeer. Mijn laptop is zo langzaam aan het doen. Hij loopt de hele tijd vast. Maar dat komt omdat ik natuurlijk super veel doe met mijn laptop. En ik zit ervoor op school. Voor YouTube, video's bewerken, alles. En hij is nu 2 jaar oud of zo. Maar ik heb gewoon de nieuwste MacBook Pro toen gekocht. Maar hij doet echt fucking langzaam. En ik vind het gewoon irritant. Het is inmiddels alweer 12:30. Ik moet even kijken. Ik moet wat eten nog. Hier, hoort het geluid ook? Dat is echt niet goed. En ik moet nog een foto maken voor de samenwerking met Ideal Sweden. Maar er is niemand thuis. Ik dacht dat mijn moeder thuis zou zijn om een foto te maken. Dus dat wordt nog even kijken hoe ik dat ga doen. Het is inmiddels 1 uur. Ik hoop echt dat jullie mijn weekvlogs nog leuk vinden. Want ik zit alleen maar achter mijn bureau. Maar ja, het is nog wel een beetje kut allemaal. Want ik heb het gewoon heel druk. En ik zit gewoon constant hier. Ik ga zo meteen even lunchen en ik weet niet waar ik zin in heb. Maar ik heb volgens mij ook echt totaal niks meer in huis. En mijn haar is echt super bruin weer geworden. Ik had het een beetje highlights en zo, maar je ziet het echt bijna niet meer. Het was aan de onderkant echt mooi blond. Maar ja, het is allemaal weer een beetje dezelfde kleur geworden. Dus ik denk dat ik binnenkort weer even naar de kapper wil. Ik heb vrijdag een herkansing. En ik heb daar nog niks aan gedaan. Want ik had het überhaupt niet ingeleverd. Maar ja, dat moet ik denk dat ik het niet ga doen. Want ik ga het nooit afkrijgen. Ik kan er nu wel gaan beginnen. Maar ik ga denk ik gewoon voor de kansen voor volgend jaar. Oh my god, dit is echt heel slecht. Maar wel echt super lekker. Ik heb een soort pizza gemaakt. Met flatbrood. Flatbread. I don't know. En ik ben nog steeds bezig met de weekvlog. Hee. Het is inmiddels bijna 5:30. En ik had net Shein shoplog genomen. Ik ben heel erg blij. Ik ben echt in een blije mood. En ik heb onder andere dit superleuke jasje. Maar dat is veel te heet voor nu binnen. De shoplog staat online al. Dus check it out. Ik ben echt niet normaal te spreken over de items die ik dit keer heb ontvangen. Echt zo leuk. Echt niet normaal. Ik zweer het. Ik heb echt op 2 dingen na. Zou ik het allemaal zo opnieuw zeg maar zelf kopen. Echt zo leuk. Echt niet normaal blij mee. Ik ben nu onderweg en ik hoor mezelf niet, want ik heb mijn muziek heel hard. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer donderdag. Zeg ik het weer? Alweer donderdag. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag gewoon donderdag. Jezus, ik zeg altijd. Ik moet nu naar de dokter, dus daarom heb ik mooi me klaargemaakt. Het is 10:00. Goede motivatie om lekker mijn bed uit te gaan. Daarom wil ik ook zo vroeg mogelijk naar de dokter. Toen ik de afspraak had gemaakt. Ik heb dit hele leuke topje, truitje aan van de shoplog. En gewoon een flare broek. En ik ga ook. Het is een bont jas. En ik vind deze echt vet leuk. Echt vet leuk. Kijk hoe cute. Ha! Love it. Ik ga er even heen op de scooter. Het is nog best mooi weer ook. Dus dat is chill. Maar ik ga er nu vandoor. Want anders kom ik te laat. Heb ik al gezegd dat ik nog geen naar de dokter trouwens. Oh my god jongens. Ik ben terug van de dokter. En ik loop hier en er ligt hier gewoon een fucking muis dood. Dit is toch niet normaal? Ik vind dit echt zielig. Maar ik ga dit echt niet oppakken, dat durf ik echt niet. Dit komt sowieso door mijn kat. Dat vind ik echt niet leuk. Mijn haar is echt vettig en ik heb het gisteren nog gewassen. Ik word daar zo niet goed van. Maar ik ga het niet weer wassen. Oh, nou heel donker. Zo, ik ben echt binnen 10 minuten weer thuis. Dat is echt top aan de dokter. Hup, gaat allemaal snel. Het is inmiddels ook 2:15. Ik heb even... ja, ik hoef niet echt details te trainen, maar... Ik heb even gewoon heel kut gevoeld over een bepaalde situatie. Dus ik heb niet echt een hele leuke ochtend achter de rug. Maar ik heb mezelf er een beetje herpakt. Ik heb net een projectmeeting gehad.
En ja, in het begin ging het echt kut. Maar op een gegeven moment heb ik mezelf er gewoon een beetje overheen gezet. En nu gaat het wel weer. Maar ik heb een superleuk pakketje weer. En die ga ik unboxen. Want dit is een pakketje van Bios Fashion. Ik heb 2 keer eerder bij haar iets mogen ontvangen. En echt, ik heb die items zo vaak aan. Want het zijn echt hele leuke items. Ik heb ze echt heel veel aan. En ik ga het even lekker hier doen. Waar ik gisteren ook de shoplog heb opgenomen. Dus dan zet ik even mijn cameraatje neer. Kijk, dit ziet er professioneel uit. De enige reden waarom ik dit nu even zo doe, is omdat deze hele setup nog stond van gisteren. Oké, okay, maar het pakketje. Zoals ik zei, is het dus van bijjulsfashion.nl. Alles staat in de beschrijving. Links en website en Instagram. Het is een webshop van Things Julia Loves. Dat is ook een YouTuber. En zij heeft een eigen kledingwebshop. Super leuk. En ik heb daar dus items van ontvangen. Ik heb ook natuurlijk een kortingscode. Sarah voor 15% korting op je aankoop. Maar we gaan lekker de pakketjes openmaken. Pakketjes. Pakket. Oké. Okay, als eerst zie ik dit. Oh mijn god, kijk jongens, dit is echt een super leuke trui. Hij voelt ook echt heel lekker aan, de stof. Ik ga hem even aan. Oeh, hij zit echt super lekker. Oh, wat een goeie. Het voelt ook echt aan als lekkere kwaliteit. Dit is echt een heerlijke trui. Dit vind ik heel erg leuk voor op bijvoorbeeld een rokje of op een broekje met een panty of zo. Vind ik echt heel leuk. Oh, wat een lekkere trui zeg. Oh, hier ben ik echt heel blij mee. Dan heb ik een superleuke beige flare met een split aan de onderkant. En nou, dit gaat niet echt op elkaar staan. Maar deze was ze dus vorige keer vergeten. En toen had ze dat rokje gegeven. In IJsland heb ik dat rokje echt super veel aangehad. Echt grappig. Maar ik ga dit even aandoen. Oké, okay, ik heb de broek aan. Hij zit een beetje aan de strakke kant. Maar op zich kan het split zitten aan de onderkant. Dat vind ik echt super leuk. En dan echt, oh, dit item vind ik echt amazing. Dat zijn deze cowboy laarsjes. Echt, echt geweldig. Ik zweer het. Ik wilde deze sowieso al. En ik zag deze en ik dacht, oh my god, die moet ik hebben. Ik vind ze zo leuk. Ik ga het even aandoen. Ik hoop dat het mijn maat is. Nou, perfecte maat. Dit past natuurlijk niet echt bij die broek eigenlijk. Nou jongens, kijk, ik heb die trui even gecombineerd met dit superleuke rokje van Shein. Die ik gisteren heb, met de shoplog heb ontvangen. En ik heb die laarzen dus aan. Echt, ik vind dit superleuk onder een rokje of onder een jurkje. Kijk hoe een leuke outfit je hiermee kan combineren. Ik vind het zo schattig. Een andere spiegel zag echt niet beter. Maar ja, dit vind ik gewoon echt heel leuk om te combineren. En deze leuke schoenen. Love it. Wil jij nu ook deze superleuke item ontvangen? Je moet echt even de website checken, want ze heeft echt mega leuke dingen. Is er ook een winactie vandaag online gegaan op mijn YouTube kanaal, op mijn Instagram. Dus wil je meedoen aan een winactie dat je 2 keer 50 euro shoptegoed kan winnen bij Bios Fashion? Moet je mijn Instagram checken. Dat is @sarahvervoert. Er zijn alle stappen uitgelegd en weet ik het allemaal. Dus check it out. En dan ja, kan je dus 2 keer 50 euro winnen. Echt, hoe gaaf. Hoe leuk. En we hebben gekozen voor 2 keer 50. Dat het meer kans is om te winnen. Dus ja, check even alle stappen op mijn Instagram. En als je dat wil winnen en mee wilt doen. Helemaal leuk. Dit jongens is dus de realiteit. Hoe het eruit ziet na een shoplog. En dit ligt er al sinds gisteren. Want ik heb gewoon geen tijd gehad. Daar ligt de hele doos vol met kleding. Wat ik ergens nog in mijn kledingkast kwijt moet. En ik weet niet waar, dus dat wordt nog even leuk. En het ligt hier helemaal vol. Right, het is inmiddels 6 uur en ik heb hem helemaal opgemaakt, gefliekt. En ik ga nu naar Isa toe. Ik ga met de auto naar Noord en daar kan ik mijn auto neerzetten. En dan ga ik met de pont naar haar toe, want daar woont ze heel dichtbij. Ja,
naar Amsterdam. En dan gaan we gezellig een mukbang opnemen. Echt super, super leuk. Ik ben in Noord op het NDSM-werf. En ik heb dus net de pont gemist. Vet kut. Dus nu moet ik even een kwartier wachten. En we gaan KFC eten. Want we dachten dus dat we een Mac konden bestellen. Maar dat kan dus niet. Dus ik ga even kijken wat ik ga, eten. En ik heb mijn auto hier neergezet. Ik heb geen idee of het mag. Maar ik zie andere auto's hier staan. Dus het zal best goed zijn. Het is nu 7:15. En vanaf 7:00 mag je gratis eten. Dus gratis parkeren. Dus ik ga ook echt niet parkeergeld betalen ofzo. Okay, ik ben aan het lopen naar de pont. Ik weet alleen niet waar het is. Ik denk daar ergens, want ik zie daar ergens een pont gaan. Maar ik hoop dat ik het kan vinden, want het is echt voor mij dat ik weer deze pont ook mis. Dat zou echt fucking dom zijn. En ik heb een nieuwe leuke laarsjes aan. Ik ben echt de grootste mogel ever. Dat is maar weer duidelijk. Ten eerste kom ik bij de pont aan. Ik moet dus een mondkapje opdoen, maar dat wist ik helemaal niet, want ik ben nooit met de pont gegaan. Dus toen had ik een mondkapje gekocht. Had ik de eerste pont die ik zag, rende ik snel op. Ik dacht, ik moet snel zijn. Pak ik de pont naar Centraal. En ik moest naar Pontsteiger. Super dom dit weer. Dus nu heb ik een bus gepakt. En ben ik aan het lopen. Zo dom. Echt, dat kan alleen mij overkomen. Ja, we hebben het door elkaar gedaan. Nee. Nou jongens, echt. Ik ben er. I made it. Ik heb het weer helemaal verpest. Maar I'm here bij Isa, zoals ik zei. Oh, je ziet echt helemaal uit. Nee, moet je gewoon op TikTok. En Isa die woont nu op zichzelf in Amsterdam. Echt mega mooi appartement. Volgens mij heeft ze allemaal leuke vlogs en house tour op haar YouTube kanaal. Dus als je benieuwd naar bent. Verhuisvlogs. Oh ja, verhuisvlogs. Echt love it. Echt leuk. En we gaan zo meteen dus een mukbang opnemen, maar dat had ik al gezegd. Ja, we willen lekker KFC zelf. Echt zin in. Ja, lekker man. Ja, dat eerst wilden we dus Mac doen. Maar dat kon ik niet. Nee, ik dacht echt dat het kon zo. Nou ja, maar ja, ik vind KFC echt net zo lekker. Ja, dus ik vind het ook echt lekker, ja. Lekker hoor. Yes, mukbang time. Nou, dit is toch perfect licht. Ik vind het iets lager. Iets meer zo of zo. Dat een thumbnail maken. Niet ja, dat vergeet het altijd. Dat het pas nog over. Alright, het is inmiddels 9:15. Oh, het is al 9:45. Het was super, super gezellig. Heel erg lekker gegeten. Ik zit wel propvol. Want ik hier zie op. En oh my god, ik knal uit elkaar. Maar ik ben nu naar de pont terug aan het lopen. En naar huis ga ik. En heerlijk, naar mijn bedje toe. Morgen allemaal. Ik heb even mijn zonnebril op. Het is vrijdag. En ik ga even niet mijn hoofd laten zien, want ik heb vannacht niet geslapen. En ik heb alleen maar paniekaanvallen gehad. En ik heb alleen maar gehuild. Ja, ik heb gewoon even een kutsituatie op het moment. En dit wil ik gewoon niet delen. Maar ik voel me gewoon heel kut. Dus ik weet niet dat ik vandaag echt ga vloggen. Ik hoop dat ik me morgen wat beter voel. Ja, ik heb vandaag online les en ik moet werken, dus I love you guys. Ik hoop dat jullie het begrijpen. Inmiddels 12:00. Ik heb mezelf een soort van normaal gemaakt. Ik ga nu naar Isabel. We gaan even gezellig samen lunchen. Dat ik niet helemaal alleen ben. Ik heb dit leuke jasje van Shein aan. Ik dacht, weet je, ik kleed me gewoon even leuk aan. Dan voel ik me misschien ook weer een stuk beter. Ik weet niet of dat zo is, maar dat gevoel heb ik. Als ik er gewoon goed uitzie, dan doe ik alsof het goed gaat. Ja, jasje, topje, leuke flare en mijn nieuwe shoes. Ik ben er heel blij mee. Ik ga even het eten aan. Ik ga lekker broodje carpaccio maken. En dan ga ik naar Isabel toe. Ik ben weer thuis. Dat was wel gezellig bij Isabel. Even lekker broodje carpaccio gegeten. En ik ben nu weer thuis. Ik ga me nu even een beetje opmaken. En dan ga ik naar werk toe. Dus ja. Oké. Het is nu bijna 4:30. Ik heb me een beetje opgemaakt. Ik ga nu naar mijn werk toe. Ik heb de video van morgen bijna afgeëdit. Dus dat is top. Ja. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het gaat niet echt heel veel beter of zo. Dus ja, ik heb niet echt heel veel zin om te vloggen.
Maar ik heb gewoon even geen zin om een masker op te doen, want het social leven ook wel is. En ik denk dat ik sowieso heel veel vragen kreeg waar dit over gaat, maar dat is gewoon even privé. En ik heb lekker mijn eten en ik ga ondertussen even een serietje kijken en dan naar Isabel, want het wordt niet scherp. Yep. 1, 2, 1. Goedemorgen! Het is zaterdag en wij gaan weer lunchen! Nou, Meetje is er en ik ben helemaal blij. Ik zit de hele tijd in die ding te kijken. Hier zou ik het vasthouden. Ik ben helemaal opgemaakt en daarmee ook. Want we gaan lunchen. Lunchen! En ik had net een giveaway online geëdit. Zo, giveaway online geëdit. Ik had een giveaway geëdit en dan ben ik online aan het zitten. We hebben ook foto's gemaakt. Ik heb super leuke clothes on. Gaan we een, allebei een ding doen? Ja, is goed. Oké, trui is van Bijos Fashion. Rokje is van Shein. En shoes zijn van Shein. Dat zijn echt geweldige laarzen. Oh, je hebt helemaal een afdruk van het zitten. Oh, inderdaad. En dat is... Dit en een rokje. Ja. En nu aan ik heb een blouse aan van de Zara. Een broek van de Bershka. En hakken zijn ook van de Zara. Leuk! En ze heeft mooie make-up op en haartjes gedaan. En helemaal leuk. En het is, hoe laat is het nu? Hoe laat was je eigenlijk bij mij? Half elf of zo. Half elf was ik hier. Ja, we gaan even lekker lunchen bij de lekker. Parel in Leimuiden, maar dat kennen jullie denk ik niet. Ik zit in de auto, het is echt fucking heet. En ik heb een trui aan, maar ja, dat staat gewoon als enige leuk met deze outfit, weet je? Weet je, dat staat gewoon leuk. En wie leuk wil eruit zien, moet het soms maar eens even heet hebben of koud. Maar weet je, ik heb weer een heel kort rokje aan, dus dat compenseert. Zo, ik ga snel de airco aanzetten. En we gaan lekker lunchen. Ik weet niet wat Amee aan het doen is, maar het zal wel weer. Het is echt heel kut om met hakken trouwens te rijden. Lekker, we hebben een lekkere ribeye, gerookte ribeye salade. Eet smakelijk. Oké, we hebben lekker geluncht. We hadden een salade op. Salade. En dat was heel lekker. Met ribeye, gerookte ribeye, was super lekker. Maar het vermaakt helemaal niet gerookt. Dat vlees. Niet echt gerookt, maar meer een soort rauwe. Ik kan niet echt beschrijven. Een soort, ik vond het echt een soort Iberico. Maar dat komt ook omdat het zo dik is. Ja. Maar het was heel lekker. We gaan nu naar huis en ik zweet me dood in deze trui. Echt, ik heb zoveel spijt. Ik heb wel een hele leuke auto staan, maar ik heb het nu al gezien. Het is echt super heet. Oké, okay, het is inmiddels avond. Ik ben helemaal gefliekt. Dit is dan. Maar dan gaan we meteen wat proeven. Ik heb dit... Ja, maakt niet uit. En ik heb dit topje aan en deze broek en de muziek gaat uit. Ik doe met één woord op de Zo, wat ben ik al aan het doen? Oh, wat doe je? Heet? Ja, ik heb het ook gevast. Doe even de muziek aan dan. Ja, hij staat aan, maar... Top. Ja, jij moet opnieuw. Rustig. Ben je met Ian? Met Job. Wie is En Job wil er niet op? Job wil er niet op? En we zien wel. Jij moet het draadje goed doen. Oh, dat is wel leuk. En we gaan nu onderweg naar Indy, want Indy is jarig. Juist, je moet die harder zetten. Then you fuck it. Ja! In de gloria, in de riep, hoera! Hoera! Heel leuk, hoera. Kijk eens. Nou, dank je. Ja. Jullie zitten allemaal te lachen. Ja, maar het is gewoon grappig. Ja, het is hartstikke leuk. Wat is het? Grappig. Ja, wat een leuke verpakking. Leuk, ja. Ik voel me daarbij. Dat toetje er ook op. Ja, echt. Ja, maar, nee, ik vind het leuk dat nee, maar ik vind dat echt leuk om te overheen zit. Ja, ze gaan met alle plezier. Dat is hier, ja, maar vet. Alleen met al mee gezien. Oh, zo lekker. Meiden, let er wat van. Wat? Wat is dat? Dat is voor...
Nee. Wat is het? Voor jou als je te water gaat. Ja, dan moet en dan hou je wel als je in het water gaat. Hoe heet zo'n ding? Oh, je hebt vooral één. Ja, die heeft iedereen toch zo'n ding? Ja, maar hoe heet zoiets? Ik heb zo'n ding niet laten. Veel. Dat heet toch een noodhamer? Oké, onthoud dat. Maar noodhamer. Ja. Oké, noodhamer. Nou, dat kan niet. Wat is dat? Dat haar te dan uithalen. Ja. Ja. Jammer. Ja, jammer. Kijken. Wow. Hoe is het geworden? In case of emergency. Oh, fuck. Moet ik dit nu gaan breken? Nee! Nee! Nee. 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 Als je het nodig hebt. Als het nodig hebt. Als je nodig hebt, dan ga je een glasje inslaan. Nou, hier, laat het even zien. Kijk, superleuk. In case of emergency hebben we zo... Ja, dat slaan we even. Ik denk. Nou, we hebben wel leuk. Hoe kom je die losse briefjes dan? Nou, gepint. Oh, wij vragen wel. Hoe kom je daar zelf maken? Nee, ik heb Isabel. Ze heeft thuis zo'n vraag. Hey, Isabel, die maakt ze thuis zelf. Nee, maar ik bedoel, het is allemaal nepgeld. Dankjewel. Zo nou. Je moet drie kaarten trekken. Ja, en zelfs voor 10. Nee, ze moet eerst een kaart trekken. Eerst een kaart trekken hoe lang het is. Hoeveel jou aan de bus moet worden en dan. Hey Zoe. Oké, hier, doe maar. Moet ik een kaart trekken? Ja. Ja. Hoe lang de bus gaat worden? Ja. En hoe lang wordt het? En hoeveel gaan er dicht? Ja, sowieso. Ja, dat moet je ook. Sowieso alle doen. Dus dan gaat het. En dan is het. Ja. De nieuwe hoeveel is dat? Dicht. Alles moet dicht. Hoeveel gaan dan met die auto wat mee? Wat kun je? Leuk! Ene. Ja, ik ga staan dan achter zijn keer. Wat? Nou, weet ik niet. We zijn nog steeds gezellig op de verjaardag van Indy. Nou, wat staat hij nou raar te doen? Wat is nog leuk, Lies? Wow. Wow. Iedereen vond het bowlen zo leuk. Wow. Dat we om dat te zien. Ja. Maar, en wow, iedereen zei, ik ga zo stuk voor jou en Isabel op de wc. Ja, ja. Maar Saar, met bowlen had ook echt wel hele... Je had ook echt wel hele leuke beelden met bowlen. Wat is het nou voor een raar ding? Hij moet het vaker doen, maar niet als alle mannen er zijn. Dan kunnen we losgaan. Dan kunnen we losgaan. We hebben het stukje erin gedaan. We zijn voor jou gewoon die. Dat het stukje erin gedaan. Dat zou je mij aansprak. Ja. Ja, ik heb echt een vierkant hoofd. Jij hoofd lijkt echt op een kubus. Wat zeg ik? Waarom zeg ik dat? Ik weet dat niet eens meer. Ik ook niet. Ik weet daar helemaal niks meer. Eeuw. Zit er nou een spul ja. In? Ja. Allemaal foundation. Helemaal oranje. Nee. Dit mag echt niet gewoon. Wat daar. Ik voel het ook gewoon. Ik heb die ook uit die zoutje. Een soort laag voel je. Ja. Ja. Die is van jou. Iedereen heeft die. Je haar zit erin. Is. Het is niet scherp. Hij wordt niet scherp. Oké, we gaan hem nu even goed doen. Vorige week wilde ik nu naar vlog. Maar helemaal fout. En toen wilde de camera uit. Ja, precies dat. Maar we zijn dus in het... In het nee, dat mag niet zeggen. Oh, we zijn niet in. We zijn overal, behalve. We zijn in de duck. We zijn in de happy duck. Ja, super gezellig. En Nina is een schatje. Nee, deze meid gaat groot worden. Ik zweer. Oh, dat ging. Iedereen ging zo stuk op mijn vlogs van het uitgang vorige week. Ja, ik ben zo knok altijd. Zeg niet de duck. Je bent zo mol. Maar dat is maar dat is leuk. Maar ik hey joh, ik ben een assosse. Oh. En wat is er? Oh, is er een vlog? Ja. Ja, vloggie. Vloggen, komt ineens een jongen deze wc in. Nou, jongen, dat zat ik ook op. Er kwam een jongen uit de wc. En die jongen die kwam ineens op de wc. Was er bij? We zijn halverwege gewacht. Maar die andere wc ook en hij is ingepoet. Want ik ging daar net plassen, want er zat er een remspoor. Ik ging daar halverwege gewacht. Die kut wc. Het was gewoon een jongen. Hij was Ja, hij was Hij was Hij was Hij was Hij was Hij was
Dat is toch ook een meiden wc, die ander? Ja. Waarom gaat hij daar nu dan in? Ja, omdat hij is gek, joh. Hij is zeker die. Hij deed het work ook. Laatste keer tot 5 uur. Oh ja. Ja, want morgen is het tot 1 uur. Dat zal ik niet laten gebeuren. Morgen! Oh, die hele spiegel beweegt. Niet mee eens, niet mee eens. Nee. Kijk, Sarah's verhaal, niet mee eens. Kijk mijn story. Leuk! Nog een beetje bij! Leuk! Kom eens! Oh, plek! Op beste bar, hij is overgevallen. Kijk, hier wat is. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag en ik heb echt veel minder gedronken dan ik normaal doe. So I'm proud of myself, dus ik ben eindelijk een keer weer levend. Het gaat echt goed, het gaat geen kant op. Amazing bij mij. En we gaan gezellig naar het strand, want het is dus super lekker weer. Samen met Lisa en Silvana. Super gezellig. Ik heb dit super leuke jurkje aan van Most Wanted en deze super leuke laarzen erbij. Van Bios Fashion. Maar volgens mij heb ik het ook gezegd in deze weekvlog. Maar dat is mijn outfit. En ik heb me even opgemaakt. Maar gefeund. En we gaan lekker naar Noordwijk. Het is inmiddels 3 uur. En we zijn op het strand. Ik vind het helemaal niet warm. Nee, het is niet warm. Het is niet echt warm, maar we lopen hier wel in de schaduw. Maar we hebben een parkeerplek. Het is echt drama. Het is zo druk. Iedereen wil natuurlijk naar het strand. Maar we zijn er. Nou, dit is echt helemaal kut, want we wilden naar het beach. Nou, dat zat helemaal vol en nu moeten we ergens anders heen lopen. Maar nu moeten we helemaal door het strand lopen. Ik heb gewoon laars aan. Iedereen kijkt mij daar aan. Ja, ze hebben een dikke sweater aan. Ze loopt op haar hakken. We zitten eindelijk bij een strandtent. Ja, even opnieuw, want ik ben dit aan het... Oh. Ja, we zitten eindelijk bij een strandtent. En het is echt een rare strandtent. Maar we hebben nu een lekker drankje. En we zitten heerlijk met de meiden. En daarmee heb je appeltaart. En wilde je eigenlijk met slagroom? Nee, ik haat slagroom. Oh, lekker. Ja, ik wil ook wel een likje. Een likje, Saar. Wist je nog tevoren keer dat jullie helemaal geen illusie en ik nam appeltaart? En? We hebben loempia's, kaastengels en lekker broodje. Geen nachos, die waren op. Ja, we wilden eigenlijk nog nachos, maar die waren op. Ik heb lekker een mojito en we zitten nu bij beach. Het is veel leuker. We hadden net lekker nachos gegeten. Ja, dat wauw, het is echt super mooi. Sunset. Maar we gaan lekker naar huis. Het was zo gezellig. Ja, heel leuk. Ja hoor. Weer vlog vergeten op te sluiten. Top. Nou ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. En tot de volgende keer. Bye bitches.